Vanavond gaan we het hebben over de euro. Gaat hij het overleven, jongens? En wat zijn de beste runners op? Nou, er is natuurlijk zoveel geïnvesteerd in de euro, hè, aan politiek kapitaal. En ook als je bijvoorbeeld in China bent, daar moeten ze er niet aan denken dat dat mislukt. Dus er moet heel wat gebeuren, wil de euro er niet meer zijn. En ik denk dat dit de laatste 6 tot 9 maanden ongeveer eigenlijk wel heel erg illustratief zou kunnen zijn geworden voor wat de toekomst van de euro gaat zijn. Ook omdat het eigenlijk onvermijdelijk is dat de euro faalt. In theorie niet. Ik denk dat wij alle papieren geldeenheden zoals een dollar of een euro eigenlijk niet nodig hebben, want je kan alles digitaal doen. Volgens mij goud heeft aspecten die heel erg belangrijk zijn in het vraagstuk van wat is nou de perfecte valuta.